Hey beste volgers en welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag ben ik in Leuven. In Leuven vandaag organiseren ze de belevenis. Groot verlof, 3 vrije dagen in de maand juli. Altijd festivals. Beste volgers, dat is hier heel druk in heel druk hier in Leuven. Ik kan bijna mijn stem niet horen. En sorry voor het geluidskwaliteit. Dat is veel te druk. Geen parking. En ik probeer het beeld naar jullie te sturen van Leuven. Iedereen blij. Mensen zijn aan het vieren. Het is weekend. Wie vandaag niet kan komen naar Leuven, kan volgende week, vrijdag. En de derde week van maand juli ook. En tot straks. Beste volgers, zoals jullie zien, ik ben nu in de oude markt van Leuven. Zoveel volk, rechts en links. De zon schijnt, 30 graden. Het is vrijdag, het is weekend, veel volk. Allee, ik ga proberen naar helemaal achteraan te gaan. Joe! Hey beste volgers, ik ben terug op de grote markt van Leuven. Vandaag is 7 juli 2023. Ik was toen aan het kijken naar het concert of naar het optreden van Sophie Straat in Leuven. Geniet ervan. Veel volk. Het groot verlof van Stad Leuven tussen 7 juli en 12 augustus. Ik zie hier het programma. Vrijdag de belevenis, dag nummer 1. En dan vrijdag 14-7, belevenis dag nummer 2. Vrijdag 21-7, dag nummer 3. En zaterdag 22-7, Leuven zingt. Beste volgers, en dat was het voor vandaag. Vrijdag 7 juli 2023 hier in Leuven. Ik hoop dat jullie genoten hebben van die beelden, van de fragmentjes over de belevenissen van Stad Leuven. En volgende week ook vrijdag. En tot en met het einde van maand juli. Als je mijn YouTube kanaal goed vindt en mooi en leuk, aarzel niet alsjeblieft om op de belknop te klikken en te abonneren. Dankjewel daarvoor. Tot ziens. Dag.